Uiteraard is zondag de zevende dag. En de temperatuur loopt verder op in Verbier. Van rond de 10 graden halverwege de week tikt het kwik nu de 30 aan. Dat betekent dus tijdens de training genoeg drinken. In een training die ruim 2 uur duurde, de enige sessie van de dag, met veel loopwerk en positiespel in een stevig tempo. Voor Joshua Burnett is het een bijzonder trainingskamp. Hij is de jongste vader in de selectie, van Joshua Junior. En daar is hij uiteraard erg trots op. Het gaat geweldig nu. Hij moest een paar dagen nog even in het ziekenhuis bij, maar nu is hij weer thuis. Helemaal top, missen wel. Toch kan de verdediger zich uitstekend focussen op de voorbereiding van het nieuwe seizoen. En daarin verwacht hij veel van de ploeg en zichzelf. We moeten veel stappen maken nog in bijvoorbeeld de doelpunten tegen wat we allemaal hebben gehad. Dat kunnen we allemaal nog verbeteren om sneller de koppositie te pakken en punten voor de anderen voor te gaan. In de Champions League... ik denk hetzelfde, alleen een stapje hoger om weer te overwinteren en zelfs verder dan dat te gaan. Goedenavond allemaal, dit is mijn debuut in de rubriek Vraag en Antwoord. Ik ga eens kijken, half uurtje lang, welke vragen er langskomen en waar we dan op kunnen antwoorden. Ook de directie van PSV is aanwezig. Toon Gerbrands geeft live via Facebook antwoord op vragen van fans. En Marcel Brands observeert de training. Kan het niet laten om toch nog even wat traptechniek te etaleren. Blijft toch ook nog steeds een beetje voetballen. De mooiste goal van de ochtend komt op naam van Luc de Jong. Morgen mag hij voor het Ekkie in Lausanne tegen Sporting Lissabon. En voordat het zover is, bezocht hij eerst met een aantal ploeggenoten het dak van Europa en deelde dat met de wereld. Dat was het voor vandaag. Morgenavond dus die oefenwedstrijd, aftrap 8:30. Dan zijn wij er ook weer.